water is ijskoud. Dus daar ga je niet lang volhouden. Nee. Ik heb ook wel het idee dat we net op tijd waren. Een drenkeling ontsnapte maandagochtend aan de dood in het koude water van de Waal. Door snel handelen van twee schippers vlakbij de spoorbrug bij Nijmegen kon de man uit het water worden gehaald. Jeroen de Pauw en Robert Rijnen zullen dit niet snel vergeten. We hoorden help roepen. Ja. Ja. Een paar keer help roepen en mijn collega Robbie die keek met de verrekijker. En ik keek over het water heen en toen zag ik gelijk iemand midden in de rivier drijven. Ja. Dus hebben we als een idioot die boot losgemaakt en de slang eraf en dan zijn we er naartoe gevaren. Die zagen wij hier zo dwars van ons stijgen, daar zagen we hem drijven. Dus ik zag het hier door het raam heen, zag ik het. Ja, en ik zag hem hier. Ja, jij stond daar. Ik zag nog net een hand boven water. Ik denk, oh jee, foute boel. Ja. Toen ging het zo snel, dus in een fractie van een seconde. Ja. Ja, rennen. Meer kun je doen. Rennen, losgooien, zo snel mogelijk er naartoe. De twee schippers hebben geen training gehad voor dit soort situaties, maar wisten toch precies wat ze moesten doen. Dan ren je op de boot, je ziet hem drijven. Pak je de marifoon. En het eerste wat je roept, zeg de Nijmegen man overboord, dwars in de Neptuun. En we gaan er nu achteraan. Nou, en dan gaan wij alles doen wat wij kunnen doen, dus losgooien als een pijl er naartoe. En zeg de Nijmegen, die regelt de rest, alles eromheen, tot wij de persoon aan boord hebben. En dan melden we weer van we hebben hem aan boord. En dan loopt alles. Dan gaat, waar ga je naartoe? Terug naar Steiger. We gaan terug naar Steiger en dan komt alles hier naartoe. De redding kwam net op tijd. Ik heb de reddingshaak gepakt. En toen kon ik hem gelukkig met de haak iets dichterbij halen. En hij pakte de haak vast. Hij kon zelf niks meer doen. Hij was op. Hij was helemaal uitgeput. En toen hebben we hem samen aan boord getrokken. Het water is ijskoud. Dus daar ga je niet lang volhouden. Nee. Ik heb ook wel het idee dat we net op tijd waren.